Er van harte goedenavond, welkom. Dit is DTV. We hebben een gesprek gehad met de advocaat van Paquito. Eigenlijk wordt hij ook bijgestaan door advocaat Pink. En we hebben de laatste informatie gehad over hoe het gaat met Paquito en de stappen die ondernomen zullen worden om hem vrij te krijgen. Hij is op dit moment in verzekering gesteld. Zondag of maandag moet hij voorgeleid worden en de advocaten hopen dus dat hij dus dan vrijkomt. Er is volgens de advocaten geen sterke case tegen Paquito. Maar goed, we hebben het interview gehad. We gaan nu terugvoeren naar het moment dat wij gesproken hebben met advocaat Antoon Karg. We zijn naar het politiebureau gegaan. Eigenlijk hebben overgenomen. Dus tot op dat moment was er geen verzoek vanuit autoriteiten in ieder geval. Niet op de wijze waarop dat behoort te gaan, waarbij de politie naar het bekend huisadres komt om je aan verhoord te worden. Nee. Maar desondanks hebben overgenomen. Eigenlijk begrepen uit wat er in de media is aangegeven door de minister van Justitie, dat zijn aanwezigheid en zijn verhoor op prijs gesteld zou worden. En hebben we dus contact gezocht met mensen binnen het politiebureau, met wie wij ook over het coördineren van de acties eerder contact hebben gehad. En ze hebben afspraken gemaakt en hij is naar het politiebureau toegegaan. Hij is door recherche Paramaribo naar een ander bureau gebracht voor verhoor. En ik heb begrepen kort geleden dat het verhoor aanleiding is in ieder geval om hem in verzekering te stellen, zijn waarschijnlijk. Ja, wat is... strafbare feiten die hem te lasten worden gelegd zijn niet heel duidelijk nog. Zijn nog niet duidelijk? Nee, dat is nog niet duidelijk. Bent u daarna in contact met hem geweest? Ik ben tijdens het verhoor, tijdens onderdeel moment van het verhoor, op het politiebureau aanwezig geweest. En ik heb daarna kort telefonisch contact gehad op verzoek van het politiebureau zelf. Ja, wat gaat de verdere stappen zijn van uw kant uit? Zijn raadsman voor het strafrechtelijk gedeelte is Benito Pik. En die gaat de nodige rechtsmiddelen richten. Dat was er spreken niet eens in over de wijze waarop dit aangepakt wordt. En ook omdat er zorg vanuit onze zijde bestaat, omdat de minister van Justitie toch al conclusies schijnt te hebben getrokken die in een bepaalde richting gaan. Terwijl de waarheidsvinding, de rechtsvinding natuurlijk de taak is van de rechterlijke macht. Daarbij ook de vervolgingsambtenaren. En dat is de minister van Justitie in deze hoedanigheid in ieder geval niet. Dus er bestaan zorgen enerzijds daarover, maar aan de andere kant ook over vooral de waarheidsvinding. Meneer Biervliet heeft juist alle medewerking verleend aan die waarheidsvinding en wordt dan vervolgens geconfronteerd met klaarblijkelijk een wens tot vervolging die niets te maken heeft met het verlopen van de feiten. Hebben ze een sterke case tegen hem, denkt u? Absoluut niet. Niet nog? Absoluut niet. Waarom zegt u dat? Wel, er is alles in het werk gesteld om te voorkomen dat er onregelmatigheden voorkomen. Er zijn afspraken gemaakt met de veiligheidsdiensten. En er is op het directe moment dat er van hem aan hem wel een verzoek werd gedaan om contact te zoeken, is hij in contact getreden. Daarnaast zijn er een heleboel videobeelden die juist duidelijk maken dat de enige rol die meneer Biervliet gespeeld heeft, één is geweest waarbij geprobeerd in de orde te bewaken. Ja. En de veiligheid van iedereen achter hem. Als we de autoriteiten hebben gehoord, dan stellen ze hem verantwoordelijk als verantwoordelijke voor wat er allemaal gedaan is. Kunt u achter die conclusie staan? Nee, absoluut niet. Ik kan sowieso niet op zo'n grote schaal erachter staan dat er nu alle verantwoordelijke aangewezen wordt. Dat wil zeggen dat het onderzoek naar wat er gebeurt niet op onafhankelijke wijze plaatsvindt. En daarnaast, wanneer autoriteiten die geen rechtsprekende bevoegdheid hebben, dergelijke uitspraken doen, dan moet je altijd heel voorzichtig worden over wat er aan de hand is. Want die mensen hebben natuurlijk wel een beleidsbevoegdheid boven mensen die wel daaronder zouden vallen. Dus we moeten absoluut ons waken over de onafhankelijkheid en de benadering van dat alles. Ja. En de vraag stellen of de politieke conclusies niet komen op het moment wanneer de waarheidsvinding zich nog helemaal niet voltrokken heeft. Dus dat is heel ernstig en ik kan me absoluut niet in die conclusies vinden. Inderdaad. Paquito heeft een verhaal vanmiddag via Facebook verteld. Ja. Mensen vragen zich af, waarom heeft het zo lang geduurd voordat hij met dit ernstig verhaal naar buiten is gekomen?
Het heeft niet lang geduurd. Het is minder dan 24 uur geduurd. Op de eerste plaats moet je eigen veiligheid in acht nemen. Daarnaast doen ze een heleboel geruchten ronden. En dan vervolgens, wanneer dat zo is, moet je in de gelegenheid zijn om toegang te hebben tot dergelijke middelen. Dus het heeft minder dan 24 uur geduurd. Ik kan me er niet te vinden dat het zo lang zou hebben geduurd. Een heleboel feiten was hij zelf ook nog niet van op de hoogte. Had hij de gelegenheid niet gehad om te verwerken. En natuurlijk je eigen veiligheid en de familie van je directe naaste. Kom op de allereerste plaats. Ja, voor wat deze case betreft, wanneer wordt hij voorgeleid? Vermoedelijk zondag of maandag. Oké, en de kans is groot dat hij dus dan vrijgelaten wordt? In een normaal werkend rechtsstaat zou dat zo zijn. Maar op het moment dat bijvoorbeeld ministers of zelfs hogere geplaatsten binnen de overheid het nodig vinden om aan bemoeienis te doen en naar conclusies te brengen, weet je nooit wat de exacte verwachting moet zijn. Wanneer is de ten laste legging duidelijk voor u? Tenminste voor jullie als advocatengroep? Ik denk op het moment van, voorgeleiding. Oké. Nou, heel veel succes. Wat zou je nog mee willen geven? Ik denk dat het duidelijk is voor ieder dat kalmte op de allereerste plaats op zijn plaats is. Maar daarnaast dat we elkaar als Surinamers moeten zien. En als Surinamers moeten behandelen. Dat we niet in termen van onderscheid moeten denken. Wanneer we kijken naar wat er op de beelden gebeurt. Of wanneer we met de vinger wijzen naar wat de ontstaande situatie is. Wij moeten Surinamers zien. We moeten een gevoel van eenheid bewaken. En natuurlijk kunnen we daar binnen vragen om anders gedrag. Maar wanneer we onderscheid gaan maken om scheidslijnen die men tussen ons probeert te trekken, dan komen we nog verder af van het doel dat we samen willen bereiken. Want we gaan het met elkaar moeten doen. En we gaan gezamenlijk vooruit moeten komen naar een punt waarbij Suriname weer leefbaar en betaalbaar wordt, vooral voor de normale mensen. Ja. Dankjewel voor het interview. Jong, bedankt. Fijne avond. Yes.